Rob, ik dacht vandaag gaan we wat simpels doen. De busbaan, nou die is alleen maar voor bussen. Klaar, volgende onderwerp. Totdat ik zag dat er nou ook ineens, of ineens, maar in ieder geval ik kom ergens tegen, een lijnbusbaan. Wat is nou weer het verschil tussen die twee? De lijnbus, dat is dus de busbaan voor het openbaar vervoer. En als er alleen bus staat, dan gaat het om het begrip bus. Dus dan mag elke bus, maar dus ook een lijnbus, maar ook een touringcar overheen. Oké. Je kunt dus als overheid nu echt zeggen van ik heb busbanen voor iedereen, voor alle bussen. En ik heb busbanen alleen voor het openbaar vervoer. Juist. Wat is het verschil eigenlijk tussen een busbaan en een busstrook? Nou, meestal praten we over de busstrook. Dat is de strook langs waar het gewone verkeer rijdt. En een busbaan, dan moet je echt denken aan een apart weggetje. Waar niemand anders overheen mag dan alleen die bus. Oké, maar er rijden soms toch ook taxis overheen? Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Niet alleen taxis, maar er zijn natuurlijk ook hulpdiensten die er overheen rijden. Maar ik met mijn auto mag daar gewoon niet komen. Jij mag er met je gewone auto niet overheen, nee. Tenzij... Nou, ja, ik weet nu waar jij op doelt natuurlijk. Je mag de busbaan niet gebruiken, maar wat is gebruiken? Gebruiken is echt daadwerkelijk gebruiken. Je mag het trottoir ook niet gebruiken. Ah. En wat bedoelen we daarmee? Je mag niet op het trottoir gaan staan, maar je mag ook niet over het trottoir rijden. Juist. Maar als ik natuurlijk een uitritconstructie neem en ik rijd, dat is waar de stoep doorloopt, hè, en ik rijd over de stoep de andere weg op, dan zeg ik ook niet van meneer of mevrouw, u bent een overtreding, want u rijdt over de stoep. Nee, dat is geen gebruiken. Nou, als dat geen gebruiken is, kun je je voorstellen dat als ik om een auto heen rijd over de busstrook, dat dat ook niet gebruiken is in de zin van geef je verstand eens voorrang. Uiteraard gaan mensen nu de grens opzoeken, want die denken ja, gebruik, wat is gebruik? Dan staan er voor het verkeerslicht 5 auto's. En dan kan ik over de busbaan wel even lekker naar het voorsorteervak voor rechtsaf. Mag dat? Nee, dan zeg ik als jij 2-3 auto's inhaalt, dan gebruik je de busbaan. Doe je dat om 1 auto, dan is dat geen gebruiken. En natuurlijk zit tussen zwart en wit altijd het grijze, ja. Maar het gaat dus om het gebruiken. Ja. Als ik hem nou gebruik waar dat volgens de wet niet mag, waar kost dat dan? Als je met je auto over de busstrook gaat waar het niet mag, kost je dat 90 euro. Zie je het vaak in de praktijk dat er, laten we zeggen, misbruik gemaakt wordt van de busbaan? Ja, daar wordt toch wel regelmatig misbruik van gemaakt. Het is ook natuurlijk bij een hoop mensen ergernis, hè? Want mensen staan in de rij. Het is een beetje vergelijkbaar met over de vluchtstrook rijden. Hij wel, ik niet. Hij wel, ik niet. Je hebt niks op een busstrook te zoeken.